Goedemiddag, mijn naam is Bert Kortenhoeve van Computrain. Namens Computrain heet ik je van harte welkom op dit webinar over de Twitter-hack. In juli van dit jaar werden we opgeschrikt door de zogenaamde Twitter-hack. Vooral bekend omdat wereldberoemde Twitteraars waren gehackt toen. Hoe kon dit gebeuren? En wat ging eraan vooraf en hoe is dat opgelost? Daar straks meer over. Maar nu eerst even wat praktische zaken. Ik kan me voorstellen dat je tijdens het webinar vragen hebt. Die kun je via question and answer stellen. En een aantal van die vragen proberen we ook live tijdens het webinar al te beantwoorden. Of direct daarna. De overgebleven vragen zullen we na het webinar per mail beantwoorden. Want jullie krijgen namelijk allemaal een bedankmail na afloop. Maar goed, nu snel naar de inhoud. We doen dit webinar samen met een van onze security trainers. Namelijk Jan Dolfijn. Jan is zeer ervaren in IT security. Jan gaat je nu meenemen in deze Twitter-hack. Ik wens jullie een heel mooi en informatief webinar toe. En dan geef ik nu het woord aan Jan. Jan, ga je gang. Dankjewel Bert voor je introductie. Ik neem aan dat ik te verstaan ben, even voor alle zekerheid. Dankjewel. Welkom mensen allemaal. Ik ga jullie een soort rondleiding geven in een van de grootste hacks van de afgelopen tientallen jaren. Bijzonder invloedrijk en op zich een erg interessant verhaal hoe het zover heeft kunnen komen dat zo'n grote mogul, technische mogul als Twitter, werd gehackt. En ik zal jullie daar kort vertellen hoe dat gelopen is, hoe ze daar gekomen zijn, wat er uiteindelijk aan resultaten uitgekomen is, of ze er wel of geen verdienmodel van gemaakt hebben, zal ik maar zeggen. En uiteraard hoe de zaak is afgelopen. Ik begin met mijn PowerPoint. Ik moet even wennen hoor. Ja, daar is hij. Een van de uitspraken, daar wil ik toch even mee beginnen om het belang aan te tonen van Twitter. Een van de uitspraken van Senator Ted Cruz, een conservatieve bekende naam in Amerika. Die zegt dat er nog nooit zoveel macht bij elkaar geweest is in de hele menselijke geschiedenis als nu het geval is bij de big tech bedrijven. En wat hij bedoelt is, eigenlijk wat er een beetje onder staat. Probeer maar eens 330 miljoen mensen in een paar seconden te kunnen bereiken. Dat is natuurlijk een enorm vermogen. Dat heeft Google natuurlijk ook. Facebook heeft dat ook. Er zitten bijna 1 miljard mensen op. Dat is maar ongelooflijk. Het bereik van dat soort bedrijven is zo gigantisch dat de implicaties, mocht dat misgaan, natuurlijk enorm zijn. En u zult ook zien dat in dit geval de implicaties ook heel behoorlijk waren van de Twitter-hack. 63% is tussen de 35 en de 65 jaar. Ga u zelf maar naar. Ik zit zelf ook op Twitter. Ik neig naar de 60. Mijn dochter is duidelijk jonger dan 35 en zit daar dus ook niet op. En de verhouding is 34% vrouwen, 66% mannelijk. En tegelijkertijd mag ik u meedelen dat NCUI-opleidingen, ik ben blij dat ik dat mag doen, al haar opleidingen, al haar 1200 opleidingen een maand lang gratis gaat aanbieden. U kunt zich daar dus, u heeft nog 2 dagen de tijd om zich daarvoor aan te melden. Er staat een telefoonnummer bij, kunt u bellen. Dat zou ik wel na afloop van deze sessie doen. En het heeft natuurlijk te maken dat ook NCUI graag hun steentje bijdraagt wat betreft COVID-19. Dus onthoud dit, ik kan dit na afloop nog wel even in beeld zetten. Zodat u daar gebruik van kan maken. Het is natuurlijk echt een unieke gelegenheid dat de NCUI dit aanbiedt. Daar wil ik dan meteen bij melden dat dat natuurlijk onzin is. NCUI gaat dat niet aanbieden. Dat is nou eenmaal het vermogen wat je hebt als je kan knutselen met een computer. En u zult merken dat er nogal wat afgeknutseld is tijdens deze hack. Hoe is het zo gekomen bij Twitter? Twitter heeft, ik dacht wereldwijd, ik ben het een klein beetje kwijt, maar ik dacht iets van rond de 3.500 werknemers of iets dergelijks staat mij bij. Ze hebben natuurlijk met COVID-19, die wereldwijd toegeslagen heeft, natuurlijk ook heel veel mensen gehad die zijn gaan thuiswerken. En dat betekende in dit geval dat deze mensen die bij Twitter werken, zich bij hun netwerk, bij hun baas aanmelden via een zogenaamde VPN-verbinding. Zal voor de techneuten niks nieuws zijn. Het is een beveiligde verbinding waarin het verkeer wordt geëncrypt. En ook als je het voor elkaar krijgt om in te breken op die verbinding tussen die persoon en het eindpunt, in dit geval bij Twitter,
dan kan je daar niks mee, want alles is helemaal versleuteld. En een VPN is een hele veilige manier om een verbinding te leggen vanuit huis naar een bepaald punt, in dit geval Twitter dus. Daar kwam meteen bij kijken dat net zo als dat overal het geval was, heeft COVID de zaak natuurlijk nogal overvallen. En de VPN's die werden letterlijk uit de grond gestapt, want u snapt natuurlijk dat Twitter is 7 dagen per week, 24/7 en wereldwijd. Dus onmiddellijk werden overal die VPN-verbindingen opgezet via bepaalde providers, voorkeurproviders die ze dan hebben. En er waren nogal wat klachten. De hackers die hebben zich dan ook voorgedaan als IT-medewerkers van Twitter. Die mensen die werden via de telefoon benaderd, gevraagd of er problemen waren. Het was een soort controlevraag en in een aantal gevallen werd daar natuurlijk ja op gezegd. En werd de persoon die belde ook vertrouwd, want er is heel wat aan vooraf gegaan. Deze mensen hebben dit goed voorbereid. En vervolgens werd er naar een phishing site, werden de mensen naartoe geleid. U ziet hem hier, een van die Twitter VPN access portals. Dit is een echte trouwens. En u ziet ook wel dat dat qua opmaak nogal simpel is. En dat was ook niet heel moeilijk om dat na te bouwen. Ik breek even uit mijn PowerPoint. Ik wil u toch even laten zien hoe simpel het eigenlijk is om zo'n portal te vinden. Daarvoor breek ik nu even uit en ga ik even naar het internet toe. Dan ga ik wel even dit regeltje meenemen voor de snelheid. Kopieer ik even. Er is natuurlijk een grote website online, die heet Shodan. Had ik hem al opengezet toevallig? Nee, niet gedaan. Daar is hij. Ik log daar even op in. Ik ben al ingelogd zo te zien. Dan ga ik hier op zoeken. En dan ziet u... in Amerika en met name in de United States hebben we 11 servers gevonden. En als ik op deze ga klikken, dan kom ik ook daadwerkelijk op die portals uit. Nou, in de demonstratie gaat het vaak mis, dus ik hoop het beste. Nou, u ziet hem hier. U kunt hier ook meteen, dit is een echte portal van die Twitter ergens online heeft. Maar u ziet wel wat er staat, die tweede regel. This connection point is being made obsolete from 23rd October 2020. Met andere woorden, die zijn we al voorbij. Je kunt niet meer inloggen via deze punten. Dat was natuurlijk wel het geval. Nou, dit is een van de gevolgen die Twitter hack heeft gehad. Dat die VPN heel erg in de, onder controle is geweest. En als ik dan klik op proceed, dan kom ik op het schermpje uit wat u net had gezien. Wat gebeurt er nou? Ik zit thuis en ik zit hier, ga ik inloggen. Maar er is natuurlijk sprake... Van een nepsite. Alles wat ik hier intik, als ik naar die phishing site ga van die hackers, die zeggen van nou ga even naar die en die site toe, meld u zich daar even aan op Twitter, dan kwam je op deze pagina uit, op een soortgelijke pagina, maar het database wat erachter zat, dus waar die namen, die wachtwoord worden getoetst, dat werd natuurlijk bekeken en meteen kon je daar die gegevens uithalen. Hoe ze dat verder nog gedaan hebben, daar kom ik later nog even op terug. Maar ik ga nu terug naar de PowerPoint en dan heeft u in ieder geval een idee hoe makkelijk het is om dit soort dingen te zoeken. Ik heb dit natuurlijk even van tevoren opgezocht, wat voorbereiding aan, maar u ziet, ik heb een hele pagina vol met die VPN's gevonden. En als ik dan een simpele heb, dan kan ik hem mooi nabouwen en dat is in dit geval natuurlijk ook gebeurd. Nou, ik ga terug naar de PowerPoint. Ik breek af en toe even uit om dat te laten zien. Zij konden hierdoor de two-factor authentication omzeilen. Ze hebben op een hele slimme manier, waar ik later nog even op terugkom. U weet natuurlijk dat als je je aanmeldt, dat zult u zelf ook een aantal keren meegemaakt hebben. Je meldt je aan, maar is tegenwoordig niet meer genoeg. Je krijgt dan een pling, zo'n dingetje binnen op je telefoon met een 6-cijferig getal meestal. Die moet je dan zelf even intikken en dan pas kan je doorloggen. Nou, dat heet two-factor authentication. Factor 1 is je wachtwoord. Factor 2 is dan dat nummertje wat je in moet tikken. En ook daar hebben de hackers zich heel erg goed op voorbereid. Ik zal daar straks nog even op terugkomen. Hier staat 7 en 8 juli bovenaan. Hebben de hackers beschikten de hackers over Twitter accountgegevens. Met andere woorden, zij waren in staat om in te loggen op de Twitter-account en daarmee de back-end van Twitter te bereiken. En dat betekent
dat zij willekeurig welk account ook onder Twitter konden pakken en dat konden koppelen aan een andere e-mailadres en een andere naam. Nou, klinkt niet zo heel bijzonder, maar ik zal u zo laten zien wat daar zo bijzonder aan is. Betekent ook dat vooraf aan 7 en 8 juli er al het nodige is gebeurd, waardoor deze mensen beschikken over de Twitter-gegevens, want die komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Nou, waar is het nou eigenlijk mee begonnen? Op 7 en 8 juli is er op een online platform, dat heet Discord, bij sommigen misschien bekend. Het is eigenlijk, laten we zeggen, een soort Facebook, maar dan alleen in tekst. En daar komen vooral gamers en jongeren bij elkaar. Het wordt voor allerlei zaken gebruikt, maar op de een of andere manier is het zo gegroeid dat daar veel jongeren bij elkaar komen. En die openen dan een kamer en dan kan je dan dingen bespreken. En een persoon die heeft zich daar op 7 juli op aangemeld onder de naam Kirk5270. Het staat in de bovenste regel. En die heeft op, deze Kirk heeft op diezelfde dagen, 7 en 8 juli, contact gezocht met een Shepard. Want die Shepard die had ook een account op Discord en die vond iets interessants. Want wat werd daar nou aangeboden? U weet wel dat als je op Twitter zit, dan heb je zo'n apenstaartje met een naam. Dus apenstaart, nou weet ik wat, dolfijn in mijn geval bijvoorbeeld. Of apenstaartje Jansen of apenstaartje hekkensluiter of apenstaartje verkoper of wat ook. Zo'n naam met zo'n apenstaartje in Twitter, dat heet een handle. Dat noem je een handle. En de mooie handles, die zijn natuurlijk al weg. En als je dat nu aanmeldt, hè, als je als, wat is het, 330 miljoen user aanmeldt bij Twitter, dan heb je natuurlijk alleen nog maar een of ander lelijk nummer over wat je als handle kan gebruiken. En die zeg maar, die alle mooie handles, bijvoorbeeld apenstaartje, zal ik nu @ noemen, @9 of @vampire of @ever of @bleed, dat soort stoere handles, die zijn echt geld waard. Als je die te pakken kan krijgen, dan kan je daar geld mee verdienen en zeker in deze wereld. Nou, de hackers zijn begonnen op 14 en 15 juli. De volgorde loopt soms een klein beetje door elkaar, omdat er heel erg veel tegelijkertijd gebeurt en ik heb daar een keuze in moeten maken. 14 en 15 juli, precies een week later, zitten de hackers op Twitter. Ze zijn daar de backend aan het verkennen, zoals dat heet. Ze hebben dat hele programma wat Twitter daarvoor gebruikt. Twitter zegt daar niks over, weten niet precies wat het is en hoe het eruit ziet, want Twitter zwijgt daar verder over. Die heeft geen informatie vrijgegeven. Hebben ze rondgeneusd, gekeken, hoe zien die systemen eruit? En belangrijker, ze hebben allerlei werknemers gevonden die die dingen kunnen doen op die backend. Vervolgens, en hier loopt de volgorde een klein beetje door elkaar, want ik denk dat dit vooraf gegaan is, eerlijk gezegd hoor, ook al staat het zo in de stukken die ik gevonden heb, is er een spear phishing aanval geweest. En dat betekent dat die namen die ze vonden van mensen die wel konden inloggen op die backend, die werden rechtstreeks benaderd om hun gegevens af te geven. Dat is als volgt gebeurd. Het klinkt een beetje onwaarschijnlijk, maar het is wel een beetje zo gegaan. Deze hackers die hebben een zogenaamde SIM-swap voorstel gedaan. Dat is één mogelijkheid, want er zijn er twee. En de tweede is dat ze op een andere platform, een derde platform, waar de Twitteraars, dus de Twittermensen, de techneuten van Twitter, dat heet Slack trouwens, dat programma, waar de Twitteraars, de Twitter-techneuten bij elkaar kwamen. En daar hebben ze gezocht naar namen en wachtwoorden, gevraagd, rondgevraagd, gedaan, alsof ze er ook bij hoorden, et cetera. En op de een of andere manier hebben ze in ieder geval nog meer credentials te pakken gekregen, waardoor ze op die backend konden inloggen. En dat geeft heel veel macht. Het is ook zo, en dat is eigenlijk te wijten aan Twitter, dat meer dan 1000 mensen, medewerkers, ook daadwerkelijk rechten hebben om zo goed als alles te kunnen doen op die backend. Dus het maakt niet uit of je nou Kees van de Hoek bent of Elon Musk. Die mensen konden bij al die Twitter-accounts. En ik heb aan de rechterkant nog een klein feitje geschreven. Dit gaat wel over de US hoor. Ik heb geen idee hoe het in Europa of in Nederland was. Maar er was een toename van 37%
naar aanleiding van het COVID-19-virus gingen mensen veel meer thuiswerken. En er was een toename van 37% waarneembaar in mobiele phishing en phishing aanvallen. Dat zijn aanvallen die gaan via mail. Phishing kent u vast en zeker wel. Dat zijn die mannen die op dak lopen op de reclame. En phishing met een V, dat komt van voice phishing. Phishing, ik vind het ook een beetje een raar woord, maar goed. En dat betekent dat je gebeld wordt. Je krijgt dus iemand aan de telefoon en die gaat hetzelfde doen. Die gaat een gesprek met je aan, die heeft een bepaalde urgentie of wat dan ook. En die probeert u te overtuigen om het een en ander aan credentials af te geven. En het zal u echt verbazen hoe vaak dat lukt. Bovenaan ziet u een aantal van die handles staan waar ik het net over had. Bumblebee, SC, Vake, R9, dat is een hele bekende R9. En Vampire. En Kirk 527 begint tegen Ever So Anxious, heet deze man, gaat hij berichtjes versturen. En je ziet hier een aantal van die berichtjes staan. Nou, ik kan er eigenlijk ook weinig van maken. BTC, Eddy zie ik daar staan. BTC betekent Bitcoin, Eddy betekent je nummer. De betalingen gingen allemaal via Bitcoin die ze uiteindelijk voor elkaar gekregen hebben. Dan zie je iets verder naar beneden staan 5K for all three. Dat gaat over drie handles die te koop zijn voor $5,000. En Ever So Anxious zegt dan also handle Vampire is doable, want die kan die ook verkopen. Ik ga weer wat verwarring in scheppen. We zijn inmiddels overgestapt op een ander platform. Dat betekent, wat u hier in beeld ziet, dat komt niet van Discord af. Dit komt van het zogenaamde platform af, waar we vanaf nu ook over praten. Discord komt bijna niet meer terug. En dat heet ogusers.com. Die Ever So Anxious, dat is die man waar Kirk in eerste instantie contact mee had op Discord. Die is naar ogusers.com gegaan. OG staat voor Original Gangsters. Users.com, ook daar komen heel veel gamers, maar dan met een andere reden. U zult vast wel eens gehoord hebben dat je in games kan je accounts hebben die heel hoog in de boom staan. Fortnite heeft dat natuurlijk, World of Warcraft weet ik nog dat er was. Die games, die hebben allerlei middelen waardoor jij een hele sterkere speler kan worden. En die middelen, die digitale middelen, die worden daar verhandeld. We kunnen wel even een klein kijkje nemen op OG Users. Dan ga ik weer even, breek ik weer even uit de PowerPoint. Ik ga die even opzoeken hier. Even kijken of ik dat goed doe. OG van Original Users Gangsters, dit is hem. Ik hoop dat hij doorkomt. Soms blijft hij hier hangen. Daar zijn we. En dan klik ik hier even op Browse. Nou, ik zal eens kijken bij Gaming. Oh, nou mis. Nou, hier ziet u ze eigenlijk al staan. OG dus. Hier kan je ze kopen. Je kan hier dingetjes over Instagram kopen. Fortnite accounts kan je kopen. Hier zijn de Twitter accounts die te koop aangeboden worden. U ziet het hier allemaal staan. En dat is puur handel. Letterlijk. Als je daar legaal aan kan komen. Dus als je zelf een hele hoge speler bent in een bepaald game. In een bepaalde game. En je beschikt over spullen die moeilijk te krijgen zijn. Omdat je er erg lang over doet om die te verzamelen in een game. Dan kan je ze hier te koop aanbieden. En dan worden ze gekocht. En op de een of andere manier kan je ze in die games. Kan je ze van de ene account overzetten naar het andere account. Hoe dat precies zit weet ik niet. Maar die games natuurlijk wel. En hier zie je dan zo'n platform waar je dat kan kopen. Ik heb zelf een account aangemaakt op OG Users. Maar dan kan ik hier rechter dingetjes ook openen. Waar je kan kijken wat voor berichtjes erachter zitten. Dat kan ik nu niet. Want daarvoor moet je dus ingelogd zijn. Maar dat ga ik nu niet doen. Het OG Users platform is dus gebruikt om die handles aan te bieden die ze konden krijgen. Dus de situatie is nu eigenlijk, want het is best verwarrend, de situatie is nu eigenlijk dat we hackers hebben. Die hackers die kunnen bij Twitter. Dat hebben ze bekendgemaakt in de gaming / hackers community, die dol is op die Twitter handles. Daar kan je echt goed geld voor vragen. Vervolgens heeft Kirk, degene die kwam met de accountgegevens van Twitter, twee mensen ingeschakeld. We focussen nu op één. Ever So Anxious is zijn naam. En die zei tegen Kirk, ik kan ze wel verkopen op ogusers.com. En dat heeft hij dan vervolgens ook gedaan. Er is er nog één, die heet Rolex. Als handle, als naam heeft hij Rolex. Ook die is aan het verkopen geslagen.
Er zijn twee mensen die niet bij Twitter op de backend kunnen. Het is belangrijk dat u dat even snapt. Die konden daar dus niet bij. Dat deed Kirk. Maar je kon bij Kirk wel een handle kopen. Dat deden hun. Hun waren de middenmensen. Verkochten die handles. Zeiden dat tegen Kirk. En Kirk ging vervolgens zorgen dat die handles overgeschreven werden naar de mensen die daarvoor betaalden. Dat was het idee. En dat is ook heel aardig gelukt. Even de PowerPoint weer goed zetten. Dus misschien, ik hoop dat het een beetje te volgen is, dat het niet te snel gaat. Als dat zo is, dan zou ik fijn vinden als je dat even bij Bert meldt. Dan kan ik nog even een stapje ertussen zetten en nog even het nog een keer even in de review zetten. Zodat het goed begrepen wordt wat er gaande is. Want het is best een ingewikkeld stukje om te volgen. Vanwege vele spelers, vele onbekende namen, et cetera. Nou, hier is Rolex. Rolex doet hetzelfde. U ziet ook hier, I work for Twitter, zegt Kirk. Dat doet hij natuurlijk niet, maar hij kan wel bij die gegevens. Hij zegt dat hij dat kan. En ook hier gaat het er weer over van, nou ja goed, ik kan daarbij. Rolex heeft wat overtuiging nodig. En hier wil hij even zien dat, oké, geloof je, maar dan moet je wel mijn Twitter handle aanpassen. Als je dat doet, dan ga ik ook voor jou die dingen verkopen. Nou, hier zie je een klein stukje uit de conversatie van die twee. Dit komt dus uit ogusers.com, uit die database van hun. En uiteindelijk heb ik dit natuurlijk niet zelf gevonden. Dit komt van, naar alle waarschijnlijkheid, van de FBI of zo af. Een van de clubs die onderzoek gedaan heeft. Hier is OJ Users. Ik heb het net laten zien. En Jay Won is ever so anxious op Discord. Is Jay Won hier geworden. Zo heet hij. Ik heb het in beeld gezet. Hier staat het. Jay Won is ever so anxious. En hij heet in het echt Mason John Shepard. En hij staat ook wel bekend onder de name MAS. M-A-S. Je ziet hier hoe die prijs van $250 vraagt voor een bepaalde handle die verkocht gaat worden. En deze heren hebben binnengeschept ongeveer €33.000 aan bitcoins, wat bekend is. Het is waarschijnlijk wat meer geweest, maar dit is wat er bekend is. Het was de heren echter. Oh, sorry, er zit nog één tussen. Die Nima Fazeli. Dat is die Rolex user en ook die verkocht die handles. En die kan je zien, die heb ik hier opgevraagd. Zo, die kan je hier zien. Ik ga weer even uitbreken om u nog even iets te laten zien hoe je dit kan nakijken, dat stukje over Rolex. Ik ga daarvoor naar de, even kijken, ben ik eruit? Ja, hè? Ja. Dan ga ik even naar de Wayback Machine. Even die website laten zien. Als ik hem kan vinden hoor. Want het is een. Ik dacht dat ik even een linkje had staan. Klopt dat? Nee, ik moet er gewoon even naartoe bladeren, denk ik. Even kijken. Waar zit ik? Ik zit hier. Ik zoek even een linkje naar die pagina. Nee, daar ga ik even bladeren. Oh ja, want ik wilde u dan meteen even laten zien hoe die Wayback Machine werkt. Hier is de Wayback Machine. De Wayback Machine is een service, een stichting, een organisatie die vindt dat het internet cultureel erfgoed is. En die kopiëren zo'n beetje alles waar ze toestemming voor hebben, dat is heel erg veel, kopiëren ze allemaal naar hun service, zodat wij achteraf kunnen kijken in die service. Dus ik ga zoeken of ik OG users kan vinden. Nou, die is er. En dan zit ik meteen in 2020. Je kan dus wat terugbladeren in die jaren. En ik zal u laten zien waar je daar kan doen. Ik ga naar juli 17 toe. Toevallig is daar een snap van, zoals dat heet. Een snapshot van. Daar kan ik even naartoe. En dan hoop ik dat het nog werkt. Het is betrokken geweest bij illegale activiteit. En dan wil nog wel eens de zaak verdwijnen. Nou, snel is het niet. Hier zit ik op die website. Dit is dus een kopie op de service van de Wayback Machine van archive.org. Dan hoopte ik dat ik er zo naartoe kon. Maar ik zie dat ik die link hier niet kan klikken. Dus ik denk, misschien hier op Marketplace even kijken. Ja, Twitter accounts. Waar zit? Ga ik even bij OG Twitter kijken. Het duurt ook weer even. Moet even opgehaald worden.
Het is echt een ontzettende mooie website die trouwens heel erg veel ingezet wordt voor allerlei soorten onderzoek. Want het is ongelooflijk wat die mensen naar die service hebben gekopieerd. 117 miljard pagina's inmiddels. Het is echt onwaarschijnlijk wat je daar kan vinden. Je kunt het trouwens wel uitzetten hoor. Je kan tegen je website zeggen dat het niet mag, die inventarisatie. Maar dat moet je wel echt actief doen. Nou, als ik hier ga kijken, dan zie ik hier hem staan. Daar, Rolex, 17 juli, investor, Twitter. Als ik op klik gebeurt er niks, dus dat doe ik even niet. Kost tijd, dat heb ik al geprobeerd, maar dan komt er verder niks ervoor. Behalve kan de pagina niet vinden. En hier nog een keer. 4L Twitter, investor Twitter. En hier is Rolex, is handles aan het verkopen aan geïnteresseerde mensen. En die handles die kunnen dus door Kurk worden aangepast via de backend van Twitter waar hij toegang toe heeft. Dat is het hele verhaal eigenlijk voor dit deel van de hack. Namelijk deze jongens, deze hackers, die gingen die handles verkopen. Hebben daar leuk aan verdiend. Het idee was $33.000 hebben ze minimaal binnengehaald. Want het zijn natuurlijk niet van die hele grote bedragen. Dus je moet best wel het een en ander verkopen. En je moet het allemaal maar vertrouwen. Het is dus echt knap dat deze twee brokers, want Kurk zelf deed dat niet. Dat deden deze twee mensen. Dat ze dat geld binnengehaald hebben. De $33.000. Nou, je zult begrijpen dat het verhaal niet klaar is. Eigenlijk gaat het pas beginnen. Hier is nog even Nima Fazeli, nummer 2, Rolex, bijnaam en de Wayback Machine nog een keertje. En dat stukje heb je net gezien, wat daar in dat plaatje daaronder staat. En dan gaat er wat anders gebeuren. De heren nemen geen genoegen met de handles. Dat was eigenlijk het begin van hun mogelijkheden voor Twitter. Ze hebben heel wat meer voorbereid. En een van de zaken die ze voorbereid hebben, dat ziet u hier in beeld. Binance en Angel BTC zijn hele grote brokers, handelaren in Bitcoin. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben I have come to the decision that I will open a paid Telegram group, bla bla bla. Dan kon je naar die groep toe. En Angelo BTC, echt een miljardenbedrijf ook hoor. Die kon je dan, daar kon je op inloggen. En als jij dan 0,1 bitcoin gaf, dan kreeg je 0,2 bitcoin terug. Omdat ze vonden van, nou, gezien de COVID, dat was eigenlijk de strekking van het verhaal. Gezien de COVID willen we jullie helpen. En zet er 0,1 in en je krijgt 0,2 terug. We verdubbelen het gewoon. En bij Binance ging het een klein beetje anders. Want die hadden de CryptoForHealth.com website. En daar kon je naartoe bladeren. En daar kreeg je ook een heel mooi verhaal over allerlei samenwerkende organisaties. Onder andere deze twee grote bedrijven, Binance en Angelo. En ook daar kon je dan een hoeveelheid bitcoin betalen. En ook zouden hun dat dan verdubbelen. Met andere woorden, jij stort wat in dat geld en tot de grootte van 5000 bitcoin, ik weet niet precies van de bitcoin waar het is, maar dit kan in de miljoenen lopen, dit bedrag, zouden ze dan teruggeven aan de community, omdat ze vonden dat dat een goed iets was bij COVID-19 en je kon naar die website toe. Die website die staat open, daar kan je naartoe gaan. Ik kan hem even laten zien ook, want die had ik, dacht ik, wel in een linkje gezet. Hier is hij. Dat gaat wat sneller. Even kijken waar die is. Hij is aan de rechterkant. Is hij? Ah, daar komt hij. Ook deze komt uit de Wayback Machine. Maar je zult zien dat het is niet snel. Maar het is toch wel even interessant om te zien wat deze hackers in elkaar geknutseld hadden. Dat is deze website. Heel verhaal over COVID-19 made a serious damage to the traditionals and to the traditional economy, bla bla bla. En wij geven gewoon 5000 bitcoins weg. Hier is de offer. Je kon dat dan kon je dat doen. Dat stond tijdelijk open volgens deze bericht. Dan kon je die dingen scannen. En hier is dan het bitcoin adres waar je dat geld naartoe kon sturen. En als je over die tooling beschikt, dan kan je dit adres opgeven. Kan je de hoeveelheid van jouw bitcoins daar naartoe sturen. En het idee was, wij verdubbelen het. Je krijgt het meteen terug. 5% bonus, 10% bonus, 20% bonus. U ziet het. Het was een
redelijk overtuigende website, want ik zal je zo laten zien wat eruit gekomen is. Het gaat er mij even om dat u dit goed begrijpt. Ze hebben dus nadat ze die handles verkocht hebben, zijn ze op andere accounts gaan zitten. En wat ze dan doen, is dat bijvoorbeeld bij die Angelo BTC en bij Binance, en zo waren er een stuk of 10, 12 van die hele grote Bitcoin bedrijven die ze te gaas hebben genomen. Ze gingen dus naar het account toe via die backend van dat bedrijf. Wijzigde het wachtwoord en vervolgens konden zij er wel bij, maar de eigenaar niet meer. Dan zit er een functie in Twitter die iedereen kent, en dat is direct messaging. Dat is namelijk die berichtjes versturen. Dat heet dan in Twittertaal heet dat direct messaging. Zij gingen naar de direct messaging toe van deze bedrijven en begonnen vervolgens doodleuk. U ziet ze hier van Coinbase, Gemini en CZ Binance. Begonnen ze die die twitters daar naartoe te sturen met als doel. Ga naar deze website Crypto for Health en geef ons bitcoins. En wij, grote bedrijven, want die zijn dit aan het twitteren, zullen dit aan jullie teruggeven. Dit werd snel gezien. Dat betekent dat langzaam maar zeker werd bekend eigenlijk, zeg maar in Twitter zelf, in de community, verschijnen de eerste berichten dat er wat aan de hand is en dat het allemaal niet echt klopt wat er gaande is. En al snel stappen de hackers over om niet meer naar die cryptoforhealth.com te verwijzen, maar alleen die bovenste boodschap te geven en daaronder een Bitcoin adres te zetten. En kon je rechtstreeks vanuit de direct message, dit zijn direct messages die u hier in beeld ziet, kon je dan de bitcoins gaan betalen. En denk eraan, het was Kirk die op die site zat. Die andere twee zijn inmiddels min of meer buiten beeld. Die deden eigenlijk alleen maar met dat deel mee waar die handles verkocht werden aan die OG users. Dit is het echte werk, zullen we maar zeggen. Je ziet hier dan ook de voorbereiding. Die website die moest gebouwd worden. Ze moesten van tevoren natuurlijk een lijst hebben van die, want dit moet allemaal snel. Ze moesten natuurlijk die handles allemaal klaar hebben liggen, dat ze snel naar die handles konden gaan, snel die berichtjes konden plaatsen, et cetera, et cetera. Je ziet ook, het zijn steeds min of meer dezelfde. Kleine verschilletjes in. Maar het was niet genoeg. Al snel was bekend bij die grote Bitcoin bedrijven dat wat er gaande was. Er kwamen allerlei berichtjes op Twitter, verschenen er ook. En toen zijn ze eigenlijk naar het gedeelte gestapt. Deel 3 van de grote hack van Twitter. Waar ze andere dingen deden. En dat is dat ze bij ongeveer 130 wereldberoemde twitteraars. En wereldberoemde twitteraars betekent dat er een bereik is van zeg, nou zo iemand als, ik ben het even vergeten, ik had wel ergens staan, maar ik ben het vergeten. Maar zo iemand als Elon Musk, volgens mij komt het zo nog even in beeld, die heeft iets van 30 miljoen volgers of zoiets dergelijks. En ik zal even eentje verder gaan, hier kan je het zien, kijk, daar staat het. Hier kan je het zien, daar staat het. Het is een miljoenen. Kijk, Elon Musk, 36 miljoen, bijna 37 miljoen volgers. Dus in potentie stuur je een berichtje van Elon Musk de deur uit, wat 37 miljoen mensen kan bereiken. Dat is 2 keer heel Nederland, inclusief de baby's. Dat is ongelooflijk. Kanye West is gepakt met zijn bijna 30 miljoen. Nou, namen die ik niet ken, maar ik neem aan dat het zal iets met muziek te maken hebben. Elon Musk ook met zo ongelooflijk veel. Nou, je ziet het bereik wat die mensen hebben. Dat loopt letterlijk in de 100 miljoen mensen die ze met die berichtjes kunnen bereiken. Nou, er zit natuurlijk wel wat overlap in zitten, maar toch. Ik ga even nog één terug. Je ziet hier ook die tweet staan. Jeff Bezos, I have decided to give back. Warren Buffett, ook zo'n bekende naam natuurlijk als u een beetje het Amerikaanse nieuws volgt. Die man komt af en toe, komt hij eens voorbij omdat hij weet ik hoeveel miljarden verdient aan dit en 100 miljarden verdient aan dat. En Barack Obama kent natuurlijk allemaal, die gaat ook teruggeven aan zijn community. En het volledige berichtje zie je daar, sorry, zie je aan de linkerkant staan. Die van Elon Musk en Bill Gates werd natuurlijk ook niet overgeslagen. Ook een rijk man, zullen we maar voorzichtig zeggen. En deze berichten gingen er allemaal uit. En omdat Twitter, als je niets vermoedend bent, is Twitter een betrouwbaar medium. Het gekke is, ondanks deze hack, dat Twitter een van die bedrijven is die juist security heel erg serieus neemt. En juist heel regelmatig daarover zelf berichten stuurt. Welke maatregelen ze treffen, natuurlijk niet te veel, maar ze zijn daar erg mee bezig. Het is echt een punt bij Twitter om zo veilig mogelijk te zijn. Dat betekent ook dat dit soort dingen niet zo heel vaak voorkomen. En als je dan zo'n berichtje ziet, dan is het waarheidsgehalte hoog. Dat maakt dit ontzettend sterk. Want zeker als je zo'n waanzinnig bereik hebt. Stel dat je 100 miljoen mensen kan bereiken.
Maar daar bereik je dan maar 1% van. Dat zijn nog steeds een miljoen mensen. En als daar dan van die 1 miljoen een promiel, een duizendste wat stuurt, heb je 1000 mensen die jouw geld sturen. Dus in dit soort getallen is het echt ongelooflijk wat een bereik je hebt en wat een enorme slaagkans je hebt als je zo'n hack uitvoert. Nou, hier zie je aan de rechterkant zie je die Bitcoin-adressen staan, waar die transacties naartoe gegaan zijn. Dit heeft iemand keurig netjes op een rij gezet die het helemaal uitgezocht heeft. Ik ben hem erg dankbaar, want dit is echt een soort monnikenwerk geweest om dit allemaal netjes op volgorde te krijgen. Want het regende natuurlijk berichtjes toen dit gaande was, want ze hadden natuurlijk om 2:16 misschien nog niet helemaal in de gaten wat er aan de hand was, maar om 3:16 zeker wel. En Twitter liep vol, maar Twitter kon op dat moment heel weinig doen, omdat het waarheidsgehalte van die berichtjes ook maar weer moet blijken. Dus je zat in een heel vreemd spel, waarin Twitter eigenlijk niet wist wat ze moesten doen. Uiteindelijk hebben ze wel actie ondernomen hoor, dat komt zo nog wel even in beeld. Maar in de tussentijd is het toch wel, zoals je kan zien, van 2:16 tot en met 6:05, het was dan wel, hier moet je 8 uur bij optellen, zit je op onze tijd. Dus vanaf 10:00 's morgens tot, 2:00 's middags, is er flink wat bitcoins die kant van dat adres opgegaan. En dit is het adres van die Kirk, waar je naartoe kon sturen. Want dit deed Kirk natuurlijk zelf, dat andere adres, daar kom ik nog wel even op terug. Maar dat BC1QXI adres, dat is van Kirk, daar werd het naartoe gegaan. En ze hebben meer dan 700, oeps, ik moet een beetje meer uitkijken. Ze hebben meer dan 700.000 dollar opgehaald op deze manier. Uiteindelijk is het wel heel wat meer geweest, liep in de miljoenen. Maar je ziet hier zo'n 700.000 dollar in beeld staan bij deze grote mensen. Het waren er 130 die ze bereikt hadden, dus u kunt nagaan wat daar voor hun bedragen zijn omgegaan. Nou, bij Twitter regent het dus meldingen. En op een bepaald moment hebben ze door dat er wat aan de hand is, maar je kan het niet zomaar allemaal stopzetten. Dat zou het rechtszaken regenen, want het is natuurlijk een puur businessmodel, die hele Twitter. Als jij een bedrijf hebt wat heel erg leunt op een grote community in Twitter, dan is dat een heel belangrijk medium voor jou. En dat is natuurlijk wereldwijd. Wat ik al zeg, dit is natuurlijk 24 uur per dag, 365 dagen per week is dit open, tussen aanhalingstekens. Je kan altijd twitteren en je kan altijd bij je klanten. Dus zomaar dichtgooien, dat is wel een hele ingrijpende ingreep voor Twitter. Dat hebben ze dan ook niet gedaan. Ze hebben in eerste instantie uitgezet dat je het wachtwoord kunt en resetten. Als je namelijk die reset klikt op een wachtwoord, dan krijg je ook meteen het mailadres te zien wat daar naartoe moet. En daar staat B sterretje 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 en dat eindigt op een S at Microsoft.com. Dan is Bill Gates niet zo moeilijk te raden wat daartussen staat. Dus dat hebben ze uitgezet dat je dat kon bekijken. En later hebben ze nog besloten om de hele zaak te blokkeren. Je kon je gewoon geen wachtwoord meer wijzigen. Dus ze hebben in de backend gezegd geen wachtwoorden meer wijzigen. Nou, dat had dan ook natuurlijk meteen tot gevolg dat die regen aan valse meldingen stokte. Want ook Kirk kon natuurlijk geen wachtwoorden meer wijzigen. En kon vervolgens dus niet meer bij meer accounts dan dat hij al gedaan had. En toen heeft hij dan ook, zoals we dat dan netjes noemen, de benen genomen. Ergens rond de 16e in de middag was het weer in orde. Dat betekent wel dat ze zo'n 12 uur bezig zijn geweest om dit probleem op te lossen. En dat is voor zo'n bedrijf natuurlijk echt bijzonder schadelijk. Maar halverwege juli 16 was het eigenlijk allemaal wel weer in orde. Konden ze eigenlijk weer gewoon werken en konden de bedrijven die daar erg van afhankelijk zijn, zeker die online bedrijven zoals die Bitcoin brokers, konden weer gewoon sturen. Oké, nou hier zie ik dat ik een beetje op moet schieten namelijk. Het is 15:38 en volgens mij heb ik tot 4:15, ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij is dat de eindtijd. Dus ik moet een beetje opschieten. Nou, u ziet hier nog wat berichten staan die ik zo al her en der vandaan gehaald heb. Ze hebben dus de reset uitgezet. Vervolgens hebben ze verified accounts. Dat zijn accounts met een hoog aantal volgers. Verified accounts. Die hebben ze gedisabled om daar berichten vanuit te sturen. Dat werd dus een tijdje uitgezet. En vervolgens hebben ze natuurlijk justitie ingeschakeld en rechtshandhaving. En werd in de ochtend van de 16e, of in de middag van de 16e eigenlijk, maar bij hun in de ochtend, werd de FBI ingeschakeld om dit probleem aan te pakken.
Nou, we stappen over. Ik had eigenlijk die vragen willen laten stellen, want ik stap nu over naar de gebeurtenissen die na de hack plaats hebben gevonden. Dus wat ik u heb willen laten zien is 1. Er werden Twitter-handles verhandeld. 2. Vanuit belangrijke brokers werden berichten gestuurd die naar een phishing-site gingen, waar je je aan kon melden en waar je vervolgens bestolen werd. En 3. Er werd vanuit 130 van min of meer beroemde accounts gevraagd om stuur mij bitcoins en dan leggen wij daar dubbele van in. Dat was namelijk die boodschap die in die berichtje stond. Nou, Mason, dus Chaewon, een van die mensen die als eerste in beeld kwam onder die Ever So Anxious naam, die op Discord al betrokken was bij deze hacks met HACK. Hier wat informatie. 22 juli, dus een week later is die gepakt. En ze hebben hem gepakt omdat hij bij OGUsers.com bekend was. En in april 2020, een paar maanden voor de hack, is de hele OGUsers.com site gehackt. En is de hele database met alle gegevens van de leden is openbaar gemaakt door een ander hackerscollectief. Vervolgens heeft de FBI daarin zitten kijken. Daar hebben ze hem kunnen koppelen aan een e-mailadres. Dat e-mailadres bleek ook weer bekend te zijn bij een bitcoinbroker. En toen hebben ze hem kunnen achterhalen. Want daar moet je je ID inleveren of dat was iets. En toen hadden ze hem in ieder geval te pakken. Deze informatie komt uit het onderzoek wat de FBI heeft uitgevoerd naar hem. Of eigenlijk de Secret Service. Je ziet ook zijn beschuldigingen. Aided and abetted. Dus aided and abetted, intentional access. Conspired with others to commit wire fraud en money laundering. Die staat dus niet in dat hij op die backend is geweest, want dat is hij ook niet. Zoals de Amerikanen dat doen, staat hij dan wel meteen 45 jaar op natuurlijk. En misschien was dat in dit geval wel terecht, ook al is het natuurlijk, nou ja, goed, ik kom er zo nog wel even terug bij een van de laatste slides. Dit is Rolex, die heeft ook druk meegedaan. Daar was iets minder van bekend, het ging natuurlijk om de gegevens die bekend werden. En ook hij is uit die april 2020 website gekomen en hij was bekend ook ergens waar hij zijn rijbewijs had achter moeten laten. En op die manier zijn ze ook achter zijn handles, hebben ze achter zijn handles zijn echte naam kunnen vinden. Hij heette Nima Vazeli. Hij heeft niet schuldig gezegd omdat hij eigenlijk alleen maar handles heeft aangeboken en uiteindelijk niks met die Twitter het zelf te maken had. Nou, dat is in zekere zin wel waar. Het was meer een soort van heling wat hij deed dan dat hij echt aan het stelen was. Dit is hem. Dit is Graham Ivan Clark. Dat was moeilijk om daar informatie over te vinden, omdat deze beste man pas 17 jaar is. En dat vond ik eigenlijk echt ongelooflijk. Vanaf zijn 10e is hij al bekend op het internet. Hij komt, ik ga wat sneller praten, omdat ik nogal wat informatie moet doorwerken. Want het is wel even leuk om te zien wie dat is. Ik heb al wel het een en ander verteld over hem. Hij is op zijn 17e gepakt, weer een week later, rond de 30e juli. Hij is vanaf zijn 13e bekend met scamming. Je kunt op YouTube kun je filmpjes over hem vinden waarin mensen uitleggen wat een rotzak het is als je met hem gamet. Want hij belooft allerlei dingen. Hij is een hoog in de boom bij Minecraft. Hij verkoopt dan ook die digitale producten. Alleen hij laat zich wel betalen, maar hij levert niet. En dan verdwijnt hij weer een tijdje, komt hij weer terug. Deze man heeft al heel wat afgescamd in zijn leven. En dat maakt ook dat hij ontzettend handig is in social engineering. Hij weet ontzettend goed iemand anders na te doen. Hij kan ontzettend goed verkopen en een geloofwaardig verhaal vertellen. En dat is uiteindelijk ook wat hij gedaan heeft bij de mensen die bij Twitter werkten, met succes. Dat geldt ook voor die sim swapping community. Ik had het al kort genoemd. Je wordt gebeld vanuit je provider dat er iets met je simkaartje aan de hand is. En of je op het andere simkaartje wil overstappen, dan moet je wat informatie geven. Ik weet niet precies hoe ze dit doen. Vervolgens, hoe ze dat technisch doen, weet ik dus niet precies. Dan hebben ze die gegevens en vervolgens laten ze je inloggen op een website. En dan komt de two-factor authentication melding bij jou binnen. Want jij hebt net die simswap gedaan. Vervolgens heb jij ook die two-factor authentication en kan jij inloggen op die echte site. Waarvan de gebruiker denkt dat hij aan het inloggen is, maar dat is dan een nepsite. Nou, zo is het een beetje gelopen. En hij is dus ook echt degene die die Twitter-accounts aanpast. En hem staat ook levenslang te wachten, weet ik. Want het is allemaal vreselijk wat hem kwalijk genomen wordt. En niet helemaal onterecht wat hem kwalijk genomen wordt. Die straf, daar blijf ik maar even buiten. Een kereltje van 17. Maar goed.
Er bleek op de achtergrond nog iemand mee te doen. Dat bleek pas in september. Die is een stuk slimmer geweest. Die ging alleen maar contact zoeken op het moment dat het nodig was. En alleen via encryptekanalen. Er zijn heel veel van dit soort platformen waar je met elkaar kunt communiceren. Uiteindelijk is deze persoon gepakt. Omdat uit de laptops of de middelen van Clark bleek. Dat hij een aantal videogesprekken had gevoerd met deze persoon. Die vierde man is 16 jaar. Is ook uit, net zoals Clark trouwens, uit een gescheiden gezin, altijd op zijn zolderkamer met die computer bezig. Nou ja, het typische beeld wat ik daarbij heb, dat bleek in dit geval ook daadwerkelijk te kloppen. Ze zijn vanaf mei, bleek uit de contacten die Clark met deze man, waarvan de naam niet bekend is, omdat hij pas 16 is, bleken ze al bezig te zijn geweest om dit voor te bereiden, bleken ze met die sim swaps bezig te zijn geweest en hebben ze dus gegevens kunnen ontfutselen waarmee ze op die backend van Twitter konden komen. Deze man was alleen zo dom dat hij naar de Twitter-hack gewoon doorgegaan is met social engineering. En dat heeft er ook toe geleid dat hij in beeld kwam bij de FBI. En toen bleek zijn naam bekend bij Clark. En nou ja, hebben ze deze meneer ook opgepakt. Wat had Twitter kunnen doen? Ik ben er bijna doorheen trouwens, mensen. Ik heb nog maar twee dia's. Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Vertel het maar als u dit hele verhaal hoort. Met COVID ertussen, een totaal onvoorspelbare gebeurtenis, ziet u dat zelfs een bedrijf wat zo ontzettend goed beveiligd is als Twitter, zoiets kan overkomen. En nummer 1 is natuurlijk altijd, blijf je personeel trainen, want social engineering kan je maar op één manier voorkomen. Dat target de mens. De zwakheden van de mens, niet de zwakheden van het systeem. En daar moet je dus zoeken. Maar goed, ik neem aan dat u een groot deel van u zal werken. Een groot deel van u weet wat het is om af en toe in een totaal overbelaste situatie terecht te komen. Met zieke collega's en heel veel werk. Het blijft maar doorrollen. Nou ja, en op zo'n moment kan je onbewust snelle fout maken. En het is echt, echt heel erg goed in elkaar gezet door een 16- en 17-jarige kerel. Twee 16- en 17-jarige pubers. Ze hebben de rechtsstructuur aangepast. De inlogbeveiliging is verbeterd. U heeft net gezien op die VPN-berichtjes die ik aan het begin liet zien, dat die obsolet zijn geworden. Die bestaan niet meer. Dat gaan ze verbeteren. En je kan je accounts beter beschermen. Want Trump was al een keer gehackt. Pas geleden nog een keer. Maar hij was al een keer eerder gehackt. Ook van binnenuit. En hebben ze op zijn account meer bescherming ingezet. Waardoor Kirk of deze persoon, deze Massachusetts persoon, die vierde man, die ook op de backend gezeten heeft. Ze waren dus met z'n tweeën uiteindelijk. Die konden niet bij het Trump-account. Dat was te beschermd. Nou, in ieder geval, Twitter heeft nog wel wat te doen en uit te leggen. Want ze zijn achter elkaar door, worden ze voor allerlei congresdingen gevraagd. En het heeft een enorme impact gehad, omdat het bereik zo enorm is. Als dit een Russische geheime dienst was geweest, in plaats van Kirk en die andere jochie van 16. Dan had dit heel anders kunnen aflopen. En daar heb ik twee voorbeelden van. Hier ziet u twee van die berichten. Ik heb ze natuurlijk zelf gemaakt. En ik wist niks beters te verzinnen dan maar gelijk de oorlog uit te verklaren aan China. En ze vervolgens met raketten te bestoken via Elon Musk. Maar u ziet dat als je 36 miljoen volgers hebt. En je hebt naar, waarvan een aantal van u misschien wel weet waar het over gaat. En u bent een complotdenker. Een nieuw woord sinds de ene laatste aflevering van Arjan, hoe heet die? Lubach. Dan kunt u nagaan wat een enorme paniek dit soort berichten zouden kunnen veroorzaken. Laat staan als je de geheime dienst van Rusland bent en dit extreem slim zou kunnen misbruiken. Dit was mijn presentatie over de Twitter-hack. Ik hoop dat ik een klein beetje op tijd ben. Nou, ik ben iets door mijn tijd heen gelopen. En ik ben benieuwd of er vragen zijn over deze presentatie. Nou ja, ik doe even een citaat als eerste. En dat is zelfs volgt. Ga lekker verder. Het is heel interessant namelijk. Ja. Dat was het moment dat je zei, ik ga nu sneller praten. Oké. Nou ja, ik heb nou even 3 kwartier en ik voel me dan ook min of meer verplicht om dat dan ook netjes binnen de tijd, te doen. Maar in ieder geval, erg bedankt voor het compliment, dat wel. Ja. Ja, dat geef ik ook graag door en dat ben ik zelf ook van mening. Ik krijg ook inderdaad nu nog een vraag van, is de presentatie opgenomen en zo ja, beschikbaar? Nou, dat kan ik tegen iedereen nu zeggen, ja. En jullie krijgen ook nog een bedankmail met ook de link en de presentatie, dus dat komt allemaal goed. En waarom wordt de vraag gesteld?
is namelijk zeer interessant, met een uitroepteken. Ja. Dus nog een keertje. En voor de rest heb ik nog geen vragen binnengekregen. Dus op het moment dat er nog even een vraag binnenkomt. We laten even de zaken openstaan. Open. Ja, dat is een goed idee. Ja, is een goed idee. Laten we nog even open. En dan als er een vraag binnenkomt, dan zal ik hem doorzetten. Als we na een paar minuten zeg maar, geen vraag hebben, dan zou ik zeggen, het is... Dan sluiten we de zaak af. Ja. Is oké. Okay. Ja. Ja. Dus, misschien kan je nog even wat vertellen in de tussentijd. Ja, nou, ik kan u wel wat, wat mij nog opgevallen is, is de enorme impact die het in Amerika heeft gehad. Tot op de dag van vandaag is natuurlijk, is dit een zaak die loopt. Het is wel volledig uit het nieuws verdwenen, moet ik zeggen. Dat gaat natuurlijk heel hard met dit soort zaken. Jack Dorsey, de eigenaar, of in ieder geval de CEO van Twitter, een van die grote moguls op het gebied van social media. Samen met die man van Google en natuurlijk, hoe heet die, van Facebook, die man. Die zijn alle drie Mark Zuckerberg, die zijn alle drie voor het congres gedaagd in Amerika, omdat ze vinden het echt spuigaten uitlopen, dat je via social media zo vreselijk veel beïnvloeding kan doen, dat het echt bovengronds begint te komen. Het is natuurlijk begonnen in 2016, dat de Russen via social media begonnen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen, wat daar uiteindelijk uitkomt. De Amerikanen zijn... Ja, sorry? Ja, nee, ik hoor het je zeggen en dan dacht ik, hey, ik heb laatst op Netflix, volgens mij, er staat er een documentaire over de invloed van social media. Het staat er net op. Ja, dat, en dat sluit helemaal aan bij wat je nu zegt. Bij dit verhaal, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, in de tussentijd zit Clark zit vast. Die bill hadden ze gezet op €700.000 of zoiets dergelijks. Maar ja, daar heeft hij geen moeite mee. Het heeft meer dan genoeg geld. Jochie had een eigen appartement, grote BMW erbij en een hond. Woonde apart van zijn moeder. Zijn ouders waren al gescheiden. Het was een beetje een loner. En je ziet waar het toe kan leiden. En toen ze hem pakte, had hij bijna 2 miljoen aan bitcoins ter beschikking. Hij was iets eerder, een half jaar eerder, drie kwart jaar eerder, was hij gepakt ook voor een grote Twitter-scan waarin ze via simswapping een belangrijke zakenman te pakken hadden gehad. En die hadden ze 400 bitcoins afhandig gemaakt. Die dingen zijn echt 10.000 euro's per stuk. Dat is heel veel geld. En vervolgens is de FBI hem ook op het spoor gekomen. Heeft hij 300 bitcoins teruggegeven en beterschap gezegd. En toen hebben ze vanwege het feit dat hij toen nog 16 was, geloof ik, hebben ze hem laten gaan eigenlijk. Nou, daar hebben ze achteraf wel flink spijt van gehad, zoals u zult begrijpen. Rolex. Ja, sorry dat ik ingrijp. Er komen nu wat vragen binnen. Ah, oké. Okay. Zullen we die nog even... Ja, heel want ik zit een beetje de tijd vol te praten. Ja, nee, dat is helemaal goed. Ja, als ik geen rem doe, dan ga je door, hè, tot 12. Ja hoor. Ja, dat is helemaal goed. Even kijken. De vraag binnen het trainen van personeel, dat lijkt wat zwak of slap. Ja. Is er niks beters, wordt er gevraagd? Ja, ik denk dat al die mensen getraind zijn en dat ze ook allemaal getraind zijn in het herkennen van social engineering trucs. Maar ik denk dat u zich even moet verplaatsen in het frame van zo'n werknemer die daar in een hele andere situatie zit. U kunt zich voorstellen dat in dit geval, omdat ze zich ontzettend goed hebben voorbereid en deze mensen heel goed kunnen social engineeren, dat hebben ze letterlijk spelenderwijs geleerd om dat te doen. Van ja, uw collega die met naam wordt genoemd. Hij is net even weggelopen, maar hij zegt bla bla bla. U kunt zich daar wel iets bij voorstellen. Maar nu kun je niet even over je schouders kijken of die persoon er ook daadwerkelijk zit. Je zit in een ander frame, op een andere manier. En als mensen heel dicht met goede informatie komen in zo'n groot bedrijf waarin je ook niet iedereen kent, dan kan ik begrijpen dat je daarin tuint. Ja. Andere vraag, werd er geen TLS-certificaat gebruikt op de VPN-portal van Twitter? Ja, daar werden wel TLS gebruikt, maar dat maakt in dit geval niet heel veel uit. Want het ging niet om de TLS, zeg maar. Het ging natuurlijk om het feit dat niet die phishing site inlogde op de website. Maar wat er gebeurde was dat ze daarmee die credentials stalen waarbij ze op de echte website inloggen. En die echte website die had natuurlijk een certificaat. Okay. Goeie vraag trouwens, maar dat maakt in dit geval dus maakt dat niet uit. Ik doe nog twee vragen. Ja. En dan denk ik dat we gaan afsluiten. Ja. De DM's van mensen zijn ook gelezen door de hackers. Is dat nog ergens misbruikt?
Zover ik weet niet. Wat er wel gedaan kan worden, en dat heeft een bepaalde rol gespeeld, alleen is mij niet helemaal duidelijk geworden welke, is dat je een functie in Twitter hebt waarmee je je hele geschiedenis kan downloaden. En als je bij zo'n account komt, kan je dus de hele Twittergeschiedenis van een van die mensen kan je downloaden. En daar kan je rustig in grasduinen. En daar kan je verder kijken of je nog informatie tegenkomt die misschien handig is. Dat weet ik dan wel, maar ik heb niet meer gehoord dat dit een staartje had in de vorm van als gevolg van de Twitter-hacker is dat en dat nog gebeurd. Dat heb ik niet kunnen vinden althans. Oké, dankjewel. En dan de laatste vraag. Als internetfraude heel vaak een menselijke fout is, tussen haken aanklikken, kun je dit technisch voorkomen? Ja, dat is een leuke vraag. Ik weet niet of je dat moet willen. Want het is wel zo dat die fouten dan misschien wel optreden en dat schade kan aanrichten zoals het nu wel heel erg gebleken is. Maar wat als iemand kan inbreken op een systeem waar jij de fout niet van kan herkennen, omdat alles geautomatiseerd loopt. De social engineeringsfouten, menselijke fouten, zijn vrijwel niet te voorkomen. Ik denk dat een gegeven is waar ieder bedrijf gewoon mee moet leven. Dat kun je bijna niet automatiseren, wel een hoop. Wat er tegenwoordig veel gebeurt natuurlijk, is dat er geen twee-factor, maar multifactor gebeurt. Je moet drie keer gaan zitten inloggen, dat soort zaken. Dus dat het veel moeilijker wordt om te hacken. Maar de menselijke component eruit halen, dat gaat wel, daar zijn we nog niet helemaal. Dat duurt nog maar even. Ja. Nee, precies. Oké, dan laat ik het hierbij. Ik zie ook geen nieuwe vragen meer binnenkomen. Nou, nogmaals Jan, ontzettend bedankt voor dit webinar. Heel interessant. En ik zat al te denken bij Rolex, denk ik nou ineens aan andere dingen dan het horloge, zeg maar. Ja, krijgt een andere betekenis. Als je Rolex Kirk intikt, dan kom je ook andere zaken tegen. Ik wil in ieder geval iedereen die de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn, ook nog even bedanken natuurlijk van mij uit. Ja, en ook voor de vragen, natuurlijk. Ja, zeker. Je kan me altijd mailen. Zeker, dat kan altijd. Ja. Dus mijn dank daarvoor en wie weet tot de volgende keer. Ja, prima. Nou, we zullen nog een bedankmail sturen naar jullie met de antwoorden en ook de link naar deze presentatie en ook de presentatie zelf. Dus Jan, nogmaals bedankt. Deelnemers bedankt en een fijne dag verder en tot ziens.